Hallo en welkom bij Garage Bakker. Mijn naam is Richard Brink en dit is de vernieuwde Renault Grand Scenic DCI 110 pk in de uitvoering Bose. De kleur van deze auto is Noir Etoile, zwart metallic. Bij het nieuwe type is vooral de neus een beetje aangepast in de lijn van de nieuwe Renault modellen die net geïntroduceerd zijn. Deze auto heeft onder andere LED dagrijverlichting voor onder in de bumper. Daarnaast mistlampen aan de voorkant. En hier is een sensor te zien van de parkeersensoren. Hij heeft dus parkeersensoren zowel voor als achter. Deze auto heeft 17 inch lichtmetalen velgen in de zwarte uitvoering. Extra getint privacy glass achterin. Aluminiumkleurige dakreling. Uiteraard ook parkeersensoren aan de achterkant. Hier de bagageruimte van de auto. Dit is een 7-persoons uitvoering. Dat betekent dat hier in de vloer nog 2 extra stoelen verstopt liggen. Als je die stoelen opklapt, moet de hoedenplank er uiteraard uit. En daar is hier een mooi plekje voor bedacht. Die past hier precies achter onder die klep. Dus, nou, zo direct laat ik de stoelen even zien. Maar dit is dus de bagageruimte met de 2 stoelen platgeklapt. Ik heb nou de hoedenplank even weggehaald. Die ligt hier nu onder verstopt. En dan kun je gewoon heel eenvoudig door aan dat koordje te trekken de stoel opklappen. De hoofdsteun kan omhoog, dat zit dan fijner. Kijk, dit is 1 stoel. En dat is de 2e. Dus dat is op die manier heel eenvoudig te doen. En dan kan hier achterin daaronder eventueel nog wat extra spullen weer opgeborgen worden. Om achterin te kunnen stappen zit hier het hendel om deze stoel naar voren te klappen. En dan is er dus een vrij forse opening om bij de achterste zitrij te kunnen komen. Ik heb nou de stoelen weer even teruggeklapt in de oude stand. De 2e zitrij zijn dus 3 volwaardige stoelen, alle 3 met 3-puntsgordels. En sowieso alle stoelen hebben ook een hoofdsteun. Hier in het achterportier bediening van het raam. Er zit in de beide achterportieren een zonneschermpje ingebouwd. Een rolgordijntje. Aan deze kant de ventilatieopening, die is vanaf hier te bedienen. Dus voor het betere ventilatie naar achteren toe. Aan beide kanten een vliegtuigtafeltje en wat extra opbergmogelijkheden. In de vloer overigens zitten aan beide kanten vloerluikjes. En in het midden, die zit hier, zit nog een 12 volt aansluiting. Dus een extra stroompunt. Het openen en sluiten van de portieren gaat automatisch. De auto heeft een handsfree startkaart. Dat betekent dat je het pasje alleen maar bij je hoeft te hebben voor het openen en sluiten. Hier een bestuurdersportier, de bediening van alle 4 de elektrische ramen. Met daaronder de kinderbeveiliging. Hier de verstelmogelijkheid van de buitenspiegels. Zo selecteer je de linkerspiegel. Met de pijltjes kun je hem dan verzetten. En zo de rechterspiegel. En hierboven de buitenspiegels zijn automatisch inklappend. Dat betekent dat als de auto op slot springt, klappen ze automatisch in. Je kan ze ook in die stand altijd uitgeklapt laten staan. Of in die kant met de hand inklappen. Dan staan ze dus naar binnen geklapt. Links op het dashboard dan nog de koplamphoogteregeling, regelbare dashboardverlichting. De knop om de traction control uit te schakelen.
en de knop om het stop- en startsysteem uit te schakelen. De auto slaat dus automatisch af als je hem in zijn vrij zet bij het stoplicht. Als je dan de koppeling intrapt, dan start hij ook weer vanzelf. Mocht je dat niet willen, druk je die in, dan gaat het rode lampje branden en dan staat het systeem uitgeschakeld. Links naast het stuur het verlichtingshendel. Die heeft een automatische stand. Dat is de handigste. Dan staan overdag de LED dagrijlampen aan. En 's avonds gaat hij dan ook automatisch naar dimlicht toe als het donker wordt. Of je rijdt een tunnel of een parkeergarage in. Dan springen de dimlichten automatisch aan. En deze binnenste ring is voor de bediening van de mistlampen. Hier de bekleding van de auto. In deze Bose uitvoering heeft hij half leer, half stoffen bekleding. En de hoogteverstelling. De beide voorstoelen zijn in hoogte verstelbaar. Op het stuur aan weerszijden de bedieningsknoppen van de cruise control en de snelheidsbegrenzer. Er zit hier voor de versnellingspook een knopje om het systeem in te schakelen. Als je hem aan de onderkant indrukt, werkt hij als cruise control. In het midden staan beide systemen uit. En aan de bovenkant ingedrukt werkt het systeem als snelheidsbegrenzer. Met plus en min kun je hem dan afregelen. En met 0 haal je hem eraf. R zet je hem weer op de oude snelheid terug. En op het dashboard kun je de snelheid aflezen waar je hem op instelt. Dus met plus en min kun je dat dan veranderen. Hier hebben we dus het dashboard van de auto. Dat is een TFT-scherm, een computerscherm. Die kan ook op een aantal verschillende manieren ingesteld worden. Je hebt hier een knop zitten om het dashboard naar eigen smaak in te richten. Nou maak ik hem iets simpeler door op dat knopje te drukken. Dit is de gele variant van het dashboard. Die kun je ook in de kleur blauw doen of in de kleur grijs. Dan heb je dus 6 verschillende mogelijkheden. Aan de rechterkant van het dashboard dan bovenaan de radioinformatie. Rechts helemaal bovenin de buitentemperatuur. En het scherm daaronder waar nu de 6 totaalkilometers en 6,1 dagtellen staat is een multifunctioneel scherm. Je hebt hier de knoppen van de boordcomputer en dan kun je dus door verschillende informatie heen bladeren. Brandstofverbruik, gemiddeld brandstofverbruik is ontzettend hoog, maar dat komt omdat die auto nog niet echt gereden heeft. Die heeft meer stilgestaan, stationair draaien als werkelijk rijden. Het actuele verbruik geeft hij daaraan, actieradius, hoe ver nog kan tot de pomp. Afstand vanaf dat de boordcomputer op nul is gezet. Kijk, gemiddelde snelheid is 1,6 km per uur geweest van deze auto. Geen bericht in het geheugen. Stel dat er iets aan de hand is, dan laat hij dat daar zien. Dat kun je daar weer oproepen. Die twee knoppen doen dat dus. En dan kun je gewoon mee op en neer bladeren door die informatie. Die knoppen zitten op het ruitenwisselhendel. Helemaal naar boven staat hij uit. De eerste stand van naar boven is de automatische stand. Dan wist hij één keertje en dan houdt de regensensor in de gaten of er water op de ruit ligt. Daar past hij de snelheid van de ruitenwissers op aan. Hier de achterwisser en hier kun je nog afstellen hoe sterk hij moet reageren op de hoeveelheid water. Daaronder de radiostuurbediening. Je kan met de hand aan het stuur met de vingertoppen de radio bedienen. Hier zitten bijvoorbeeld de volumeknoppen, harder, zachter. Hier de knop om de telefoon aan te pakken en weer op te hangen. En hier kun je ook het telefoonboekje bijvoorbeeld tevoorschijn roepen. De telefoon kun je dus via Bluetooth verbinden. Daar kom ik zo bij de radio nog even op terug. Aan de achterkant daarvan zit de draaiknop voor de voorkeurzenders van de radio. Naast het dashboard van de auto het scherm van de navigatie. Deze auto heeft een TomTom navigatiesysteem. Die is eventueel te updaten met het SD-kaartje wat hiernaast zit. Die kun je eruit halen en thuis in de computer ofwel updaten of de kaarten uitbreiden of de services uitbreiden. De bediening van de navigatie zit op de middenconsole. Die zit hier. Het is dus geen touchscreen, maar je kan hier alle belangrijke functies van het navigatiesysteem bedienen. Als ik bijvoorbeeld de menuknop indruk, dan komt het bekende TomTom menu tevoorschijn. En daar kan ik doorheen bladeren door aan deze knop te draaien en enteren is de knop indrukken. Hier dan alarmknipperlichten en de knop van de centrale portiervergrendeling. Hieronder de radio zelf. Dit is dus een radio met cd-speler. Kan ook cd's met mp3-bestanden aan. Hij heeft een USB-ingang. Daar kun je dus een USB-stick met muziek op aansluiten. En een auxiliary-ingang.
De telefoon kan dus verbonden worden via Bluetooth, zowel voor telefoneren als eventueel voor audio streamen. Hij kan dus ook muziek afspelen die op je telefoon staat via de radio. Deze radio en vooral ook de speakerset is aangeleverd door Bose. Dat staat daar ook vermeld. En een heel belangrijk gedeelte daarvan ligt onder deze mat verstopt. Er zit bij de voeten van de passagier zit een subwoofer. En dat zorgt ervoor dat de auto echt een heel vol geluid heeft. Een hele mooie bas weergave. De climate control. Klimaatregeling. Je kan hier links en rechts een andere temperatuur instellen. Je hebt drie smaken qua automatische stand. Dit is een beetje de gemiddelde, maar je kan hem ook op de soft stand zetten. Dan blaast hij wat minder hard. Of op de fast stand, dan blaast hij dus wat harder, maar dan gaat hij wat sneller naar de gewenste temperatuur toe. Er zit hier één knop om de boel te ontwasemen. Als de ramen beslagen zijn, hoef je alleen die knop maar in te drukken. En als ik hem weer terugdruk op automatisch, dan regelt hij alles weer netjes terug. Hij heeft dus twee klimaatzones, dus links en rechts is een andere temperatuur in te stellen. Hier nog de 12 volt aansluiting. De hoofdschakelaar cruise control snelheidsbegrenzer, die hadden we net al even. Automatische parkeerrem. Zoals het woord zegt, gaat hij dus automatisch. Op het moment dat je de auto uitzet, springt hij op de handrem. En op het moment dat je wegrijdt, springt hij er automatisch weer vanaf. Je kan hem hier eventueel ook met de hand bedienen. Door hem omhoog te trekken, zet je hem handmatig op de handrem. En door hem naar beneden te duwen, hou je de handrem er met de hand af. Zes versnellingen. Hier de plek om de startkaart eventueel in te voeren. Je kan daar de startkaart in stoppen. Dat hoeft dus niet, want de auto heeft een handsfree startsysteem. Dat betekent op het moment dat je de kaart bij je hebt, dan springen de deuren vanzelf van slot op het moment dat je de hand achter de handgreep doet. En als je met de kaart instapt, hoef je alleen maar koppeling in te trappen en op de startknop te drukken. En dan loopt de auto. Met dezelfde knop zet je de motor ook weer uit. Hier dus de navigatiebediening. Die zit gemonteerd op een verschuifbare middenarmsteun. Deze is dus in de lengte te verschuiven. Ook het bovendek is een stukje te verschuiven. Hieronder zit nog een flinke opbergruimte. En als ik aan de voorkant een knopje indruk, zit daar ook nog een extra bakje. Daar het dashboardkastje van de auto. Daar liggen nu ook de boekjes in verstopt. Het dashboardkastje wordt gekoeld door de airco, dus daar kun je frisdrank in koel houden in de zomer. Onder de beide voorstoelen zit eventueel nog wat extra bergruimte. Daar ligt hier nou wat beschermmateriaal van de auto nog verstopt. Dus daar onder beide voorstoelen zit nog zo'n schuiflaan. En aan de passagierkant geen vloerluikje. Die hebben ze dus opgeofferd aan die basspeaker van het Bose systeem. Maar als we dan even aan de bestuurderskant kijken, dan zit hier nog weer een extra opbergvakje onder de mat. Hierbovenin dan de binnenspiegel. Er zit daar een klein oogje. Als er 's avonds licht in schijnt van de achterligger, dan wordt hij automatisch donkerder. Dus hij heeft een automatisch dimmende binnenspiegel. Hieronder de knop om het visiosysteem aan en uit te zetten, of eigenlijk de rijbaanassistent. Deze auto heeft het visiosysteem, dat houdt eigenlijk twee dingen in. Die rijbaanassistent, die heb ik nu geactiveerd. Dat geeft hij daar ook op het dashboard aan. Die houdt stroken op de weg in de gaten. Op het moment dat je dus over de strook heen rijdt, dan krijg je een alarmpje. En er zit aan de voorkant van deze, dat zal ik even proberen zo te laten zien, zit een camera. Die wordt dus gebruikt voor het visiosysteem, dus voor de rijbaanassistent. En die wordt ook gebruikt om het grootlicht uit te schakelen op het moment dat je dat zou vergeten. Dus op het moment dat je grootlicht aan hebt en er komt een tegenligger aan, dan zet het systeem automatisch de lampen terug naar dimlicht. Hierbovenin dan nog de microfoon van de car kit en hier een
interne communicatiespiegel, met een mooi woord. Daar kun je achterin in de gaten houden. Deze auto heeft ook een achteruitrijcamera. Dat betekent dat als ik de auto in de achteruit zet, op het navigatiescherm dus het beeld van achter de auto te zien is. Met de blauwe stippenlijn geeft hij aan op het moment dat je aan het stuur draait welke richting de auto uitgaat als je achteruit rijdt. Dus je kan een klein beetje voorspellen waar de auto gaat uitkomen als je links en rechts stuurt. Kijk voor meer informatie over deze auto op onze website. En graag tot ziens bij Garage Bakker.